One, two, three, and. Ja, je moet lesgeven met passie. Ik moet lesgeven op een bevlogen manier. Geloven in de kinderen, geloven in wat je zelf probeert te realiseren. Mijn naam is Geert Makelberg, ik ben blind geboren en ik ben al 16 jaar leerkracht muzikale opvoeding op het Koninklijk Instituut in Woluwe. Het is een modern liedje, iets waarvan ik denk dat jullie het leuk gaan vinden. In het begin vinden ze me vaak een tovenaar, omdat ik toch bepaalde zaken weet. Ik hoor iemand met zijn hoofd op de bank liggen en dat kan ik dan horen dat hij niet rechtop zit. En dan schrikken die kinderen soms. Als je kinderen mee kan trekken, mee kan hebben in je les, ja, dan is die beperking van ondergeschikt belang. We gaan eens proberen, hè, Victor. Eerst misschien gewoon met die bas even gewoon. Probeer maar. Geen een bang hebben, je mag luider. Ik heb hoofdzakelijk jongeren met een autismespectrumstoornis. Wat ik heel leuk vind, is dat jongeren soms echt openbloeien. Sommige van onze kinderen hebben het niet altijd makkelijk om zich uit te drukken, maar door muziek te spelen lukt het soms wel. Ik weet dat dat een beetje moeilijk is, want al die noten liggen vlak bij elkaar. Ik wil eigenlijk graag ook wel voor mijn kinderen een soort voorbeeld zijn. Dat het ondanks een beperking toch nog mogelijk is om je draai te vinden. Als je wil en een beetje geluk hebt af en toe en wat gesteund wordt door je omgeving, dan kan het ook echt en dat wil ik hen graag laten zien. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad, want ik heb er zoveel voor teruggekregen. Ja, een gevoel van toch nuttig te kunnen zijn, te kunnen meedraaien, kinderen echt te kunnen helpen en vrienden te maken, ook onder de collega's. Dat zijn toch echt wel dingen die belangrijk zijn.